Zeven inwoners van Midden-Delfland ontvangen een lintje. Burgemeester Arnoud Rodenburg bezoekt vijf Midden-Delflanders thuis. Jaap Renaud kan door omstandigheden de burgemeester niet ontvangen. De burgemeester belt Jaap om hem te feliciteren. Hey Jaap, goedemorgen. Zeg, ik heb even een dingetje. Jack Pronk kan de burgemeester wel ontvangen. Uw verdiensten zijn enorm en die zijn te veel om even in een paar minuten te gaan opnoemen. Zal ik het dan? Mag ik hem? Ja, en dan mag jij hem opspelden. Ja, hij zit een beetje. Ja, het is vandaag de eerste, dus het kussentje ziet er nog mooi uit. Aan welke kant moet het? Aan die kant. Ja. Mag iets hoger nog? Zo'n beetje op de. Ja, daar. Dat mag. Nou. Daarna is Peter van Adrichem aan de beurt. Allemaal gebeuren. Kijk eens, en dan mag ik hem aanreiken aan Ellen, aan jouw vrouw. Nou, van harte gefeliciteerd. In Den Hoorn wordt Willem Hartenveld verrast met een lintje. Alsjeblieft. Henk Hensen uit Maasland heeft veel betekend voor de sleepvaart. De hoogste onderscheiding krijgt Jan de Goede uit Den Hoorn. Heeft het onze koning behaagd? Of je kan het anders zeggen, zijn majesteit de koning heeft ingestemd met de voordracht vanuit de collega's om ook jou te benoemen in de orde van Oranje Nassau tot officier. Jos van Os uit Den Hoorn krijgt zijn lintje in Rotterdam. Hij is werkzaam bij Diergaarde Blijdorp als dierverzorger. Kleurt wel mooi op het jasje. Ja.